Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Mijn naam is Arun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En eerder hadden wij The Way of the Dragon besproken. Ja, klopt. En klopt. Daarom zijn we wederom terug. Want de luisteraars, of ja, de volgers, hebben gestemd op The Crow. En in de aflevering hadden we over The Crow. Hè, omdat het Brandon Lee is, de zoon van Bruce Lee. Inderdaad. Dus The Crow, 1994. Ja, yeah, let's get right into it. Yes. Ja, Mirza, The Crow. Dus jouw film dus, Take It Away? Mijn film, ja. Ja, ja. The Crow, ja. Ik... Nee, het is een, naar mijn mening een van de beste films van de jaren 90 eigenlijk. Zo'n gevoel heb ik. Is dat zo, ja? Ja, niet één, maar ik... Ja, het is... vrij uniek. Vrij unieke ja, film. Vrij unieke film. Klopt. Ja. Voor uit 94. Ja, ja dat wel. Maar zou ik vertellen waar de film over gaat, überhaupt? Ja. Ja, doe maar even. Ja, nou, ik had eigenlijk aanvullend op wat jij zei. Ja. Ik dacht eigenlijk van een begin... want ik heb hem voor het eerst gezien. Hè. Het is best wel vreemd dat ik hem nog nooit eerder heb gezien. Ja, maar ik het is, als ik hem ook zo naar de cover kijk, dan heb ik gewoon gelijk van wat ik vooraf had verwacht. Van, ja. Dit is niet een film van mij. Want het ziet er zo horrorachtig uit. Ja. Het ziet eruit als een cheap action movie. Of als een slechte hero movie. Ja. Met de VHS review, dan worden we soort van gedwongen om een film te kijken. Dus eigenlijk, ik heb er achteraf helemaal geen spijt van. Kijk, het kan je altijd verrassen. Ja, maar als jij nu... Ja, leg maar even kort uit, Ja, Hakan, wat vond jij van de film? Wat had je vooraf verwacht? Wat had je vooraf verwacht? Ik had... Zonder nog een mening te geven. Als ik echt alleen naar de cover keek, dacht ik echt, dit is een horrorfilm of zo, weet je wel. Dat, het heeft wel een donkere kant. Want het is een beetje gothic stijl, vind ik. Ja. De film die speelt ook alleen maar donker af. Vieze gothic. Naar de oudere luisteraars weet waar het over gaat. Nee, maar de film speelt echt alleen in het donker af. Volgens mij is er geen één scène wat ze overdag hebben opgenomen. Mm-hmm. Ja. Ja, dus echt alles is in donker. En, veel regen. Veel regen, inderdaad. En, maar ook gewoon donker. Je ziet toch geen straatlampen of zo. Helemaal niks. Viel me echt op. Soms kijk je, als je nu ook naar achter ons kijkt, helemaal zwart gewoon soms, hè? Ja, klopt. Soms zie je echt helemaal geen moe. Nee. Ja. Maar, weet je wat mooiste is? Maar dat maakt het ook ik niet, heb deze film heb ik via mijn telefoon gekeken. Want ik was veel aan het reizen de afgelopen tijd. Ik heb op mijn telefoon gekeken. Maar als de zon op je telefoon... Dan zie je helemaal niks. Ja. Dan zie je letterlijk helemaal niks. Apple, fix your shit, man. Ik heb echt... ik heb echt zelfs terug moeten kijken op een gegeven moment toen ik thuis was. Was dat niet zo dat bij de Apple of iPhone 15... dat ze dat niet hebben gefixt met meer nits op je scherm? Nou, ik zeg, ik koop een iPhone 15, dan heb je het probleem niet meer. Ja, joh, dat is wel zo. Dan kun je de crowd gewoon in een auto kijken. Geen leg probleem. Leg thuis maar even uit. iPhone 13 is toch gewoon goed? Ja, maar voor de podcast, nits op het scherm. De crowd is... Ja. Nee, maar Mirza, waar gaat de film over, man? Jij ging het nog kort uitleggen. Om niet te veel om in details te treden. Maar het gaat over Eric Draven. Een soort van amateur rockster-achtig iets. Die te maken heeft met... Die overvallen werd. Hij zelf was overleden. Ja. Zijn vriendin werd mishandeld en verkracht. En vermoord. En vermoord uiteindelijk. Na een paar dagen in het ziekenhuis overleden. Ja. Maar dat is gelijk ontstaat. Maar is dat dan ook niet gewoon vermoord? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Later zien we dat er... zijn we bij de grafsteen van beide personen. En komt er in één keer een kraai op Eric Draven's graf. Ja, klopt. Een kraai. En hij wekt hem eigenlijk tot leven. Ja. En Eric is back. For revenge. En daar gaat het eigenlijk, over. Ja. Het hele verhaal van hoe die eigenlijk... Over kraai gesproken. Ja. Ik had gelezen dat het geen kraai is, maar een raaf.
Ze hebben voor de hele film hebben ze raaf gebruikt. Ja, ja. Maar ik was laatst ook al aan het auto rijden. Kijk, ze naar buiten staan allemaal kraaien. Ja, nu opeens na de film, alles wat weet je wel, dingen. Er gaan kraaien aan ze opvallen. Maar in de film wist ik dat nog niet, weet je wel. Dus ik kijk met de deur van Crow, het is een kraai. Maar wat zijn die kraaien raar dan, dacht ik buiten. Nee. Weet je wel, hebben ze in Amerika wat anders. Nee, maar het bleek dus een raaf te zijn. Ja, dat is wel iets van verschil, maar lijken wel nog op elkaar. En die lijken echt heel veel op elkaar, want ik weet niet zo wat het verschil is tussen een raaf en een kraai. Ja, de naam. Ja, maar gewoon kleine dingetjes wat anders is. Maar dus ja, voor de hele film hebben ze raven gebruikt in plaats van kraaien. Oh, oké. Okay. Ja. Maar die film die is uit 1994? 94. Ja, is opgenomen in 1993. Ja. Ja, en met heel veel pijn en moeite. Ja, want we hadden het tijdens de aflevering van Bruce Lee hadden we het erover dat Brandon Lee is doodgeschoten inderdaad tijdens de opnames. Ja, dat wou ik dus eigenlijk net vertellen. Want dit is de laatste keer dat het was gebeurd. Tot het incident van Alec Baldwin in The Rust. Mm. Inderdaad. Ja. En, maar dit was dit was ook een soort gelijke situatie. Ik had gelezen dat er blanks op set waren. Dat de blank werd geleegd. Mm-hmm. Nieuwe blanks erin kwamen. Maar uiteindelijk is een soort van een huls of zoiets blijven hangen in de loop. Waardoor de blank als het ware een lege huls heeft afgevuurd. Ze hadden het in het begin nog niet door tot de cut werd gezegd en dat Brandon Lee niet meer opstond. En toen zat er in de grootte van een quarter zat er schijnbaar een gat in zijn boven zijn navel of zo. Ja. En is die al bloedend naar het ziekenhuis afgevoerd en is die op 28-jarige leeftijd overleden? Ja, 28, zeg ik jong. Ja, 28 jaar, klopt. Ja, heel jong, ja. En ik moet wel zeggen, best wel charismatische jongen. Dus hij had best wel veel films kunnen spelen, man. Zeker. Maar denken jullie niet, want ik heb gelezen dat er was niet heel veel budget voor deze film. Nee, eigenlijk. Nee. Maar hij heeft heel goed gescoord en ze hebben best wel wat op verdiend. Denken jullie dat de dood van Brandon Lee mede daarmee wat te maken heeft gehad? Ik denk dat Rust ook echt gewoon goed gaat verdienen aan het feit dat er gewoon heel veel nieuws rondom waren. Ja. Ja, Rust. Ja, ik weet niet wat ik van moet verwachten, maar kijken wil ik hem wel. Gewoon, snap je wat ik bedoel? Ja, je bent toch benieuwd van En je gaat soort van denken van waar heeft hij de camera van? Maar dat had ik bij hier ook. Weet je wel, welke scène? Ik had nog niet gelezen exact waar, maar ik had dat wel ging kijken van waar is die doodgeschoten en waar is die soort van overgenomen door andere acteur. Mm-hmm. Chad Stahelski. Wat ook de regisseur is van John Wick 1 tot en met 4. Oh, echt? Ja. Dat was toch zijn stuntdubbel? Dat was, maar die heeft het als het ware soort van overgenomen. En dan hebben ze met computer, digital, bla bla hebben ze hem vervangen. Maar dat is dus schijnbaar vermoord tijdens de scène dat hij revenge nam op Funboy. Met een lang haar. Op Funboy. Dat was van best close range. Ja, zes meter. Ik heb gelezen dat ze de hele scène eruit hebben gehaald. Want het ging om een scène waar hij met boodschappen thuis komt. En dat Funboy thuis is. En die schiet vanaf 6 meter schiet hij op hem. Ja. Het was de laatste 3 dagen of zo voordat ze klaar waren met opname is het gebeurd. Kort voor opname. Ja, inderdaad. Mm-hmm. Gewoon net aan het einde toe is het gebeurd. En na het incident is er een budget van 8 miljoen gedoneerd of zo. Ja. Via een bekende. Ja. Die heeft 8 miljoen geïnvesteerd in de film. Ze hebben alle scènes wat echt met die incident te maken hebben ze eruit gehaald. Mm-hmm. Er is zelfs een scène wat gewoon compleet digitaal is. De scène dat Crow, mm-hmm, die komt dan bij zijn oude appartement. Dan zie je hem zo aankomen lopen. Ja. Die scène is compleet digitaal. Is jou dat opgevallen tijdens de film? Ja, er zit wel sommige stukken dat je ziet dat het fake is. Ik weet niet of we dat achter... Nee, dat is al verder in... Ja, het is helemaal in het begin van de film. Die gaan we niet zien achter ons. Nee. Maar je ziet bijvoorbeeld dat gebouw branden en zo. Dat zie je gewoon dat nep is. Dat is wel maar dat ene scène... Ja, dat is me niet per se opgevallen dat het nep is. Maar er zitten wel heel veel dingen in waar je kan zien dat het computer... Aan het einde toe zie je ook gewoon... is mij zelf niet opgevallen, die scène waar ik het net over had, is mij ook niet opgevallen. Maar je ziet, op internet staat ook dat ze hebben het gezicht, hebben ze digitaal... Klopt. Die dingen heeft dus gespeeld en die hebben ze gedigitaliseerd. Hoe nagaan dat ze dat in 1993 gedaan hebben. Dat is netjes hoor, vooral met de technologie van die tijd. Ja. Maar je had het net ook over doneren, want de film is eigenlijk gebaseerd op een comicboek. Ja. The Crow. En uit 1989. En dus de bedenker is James O'Barr. En wat ook leuk is, hij komt ook zelfs in de film voor. Oké, dat wist ik niet. Ja, dat wist ik niet. Want er is een pawnshop die uiteindelijk in brand vliegt. Ja. En er is een dief die een tv steelt. Ja, dat is een soort van cameo. Ja. En dat is James O'Barr. Hij is niet de shop owner.
Nee. Oh, okay. Hij is een dief. Hij heeft gewoon een paar seconden in beeld, zeg maar. Okay. Een beetje Stan Lee na het gebouwen. Ja, bij Marvel dat er Stan Lee voorkomt. Ja, maar zoals ik al zei, je had het net over doneren. Want hij had de rechten daarin. Ja. Hij is de bedenker, zeg maar. Ja, inderdaad. Hij heeft echt miljoenen hieraan verdiend. Maar hij vertelde in een interview, hij was later in 2009 op een Comic-Con. Hij had alleen een huis gekocht voor zijn moeder en een auto. Ja, maar meer heb je ook niet nodig. De rest van die miljoenen heeft hij gedoneerd aan een goede doel. Ja. Want hij vond zelf dat hij een soort van... Ja. Applausje. Nee, hij we kennen het helemaal niet. Maar. Nee, maakt niet uit. Maar hij zegt dat hij een soort van blood money... Ja. In de zin van dat Brandon Lee overleden is, wilt hij dat geld niet meer. Ja, en dingen, hè. De Paramount heeft na de incident handen van afgetrokken. Maar heeft Miramax het overgenomen. Oh ja. Ja, ja. En Miramax, die durft ook wel wat aan, hoor. Dat is echt zo'n bedrijf van Harvey Weinstein, by the way. Harvey Weinstein, dat zit vast. Maar die hebben ook wel soms risico's genomen. Ook met Tarantino en zo helemaal in het begin. Weet je wel, gewoon zo'n jong knaapje. Steek er maar gewoon flink wat geld tegenaan. Doe het maar. En dit is ook weer zo'n film van ja. Weet je, alsnog afmaken. Ja, nee, doe maar wel. Weet je wel, van dat. Ja, maar kijk. Maar die risico's nemen, ja. Maar ook, weet je wat nog meer is gebeurd? Niet alleen het doodincident van Brandon Lee. Mm. Ook is het tijdens de opnames. Maar sowieso, hele set was cursed volgens mij. Hè, tijdens ja, dat is heel veel creepy things gebeuren. Ja, wat is er allemaal gebeurd dan? Een kraan tegen een of elektriciteitsmast of zo. Oh, is dat hele set elektriciteit uitviel. Maar ook gewoon een equipment truck vloog in brand of zoiets. Oh. Dus, echt heel veel creepy things gebeurden. Mensen werden gewoon ziek spontaan. Ja, en dan later werd dingen doodgeschoten. Dus één groot cursed film. Dus je had eigenlijk na twee incidenten had je al moeten zeggen, jongens, we kappen ermee. Ja. Want er gaat iets gebeuren wat gewoon echt fucked up gaat. Ja. Laten we je gewoon mee stoppen. Maar, dan zeg je, na twee incidenten dan zul je ermee stoppen, maar ze zijn doorgaan. Ja, ze zijn doorgaan. Maar er zijn nog meer The Crows uitgekomen. Mm. Er zijn in totaal... The Crow 2 ik heb ze opgeschreven. Dat is de 1, 2, 3, 4 en volgend jaar komt deel 5 uit. Ja, met Bill Skarsgård. Yes. Oh. Je hebt The Crow, heb je. Wij hebben gekeken. Mm-hmm. Je hebt The Crow City of Angels. The Crow Salvation. The Crow Wicked Prayer. Ja. En je hebt 2024. Ja, die is ook, de rechter zijn dus naar Lionsgate gegaan. En Lionsgate gaat The Crow reboot maken. Ja. Met Bill Skarsgård. Ja. Die regisseur, die... van dingen. Kent hem onder andere van John Wick. Okay. Maar en FK Twix gaat er ook in spelen, las ik. Dus, hebben jullie nog punten gezien, jongens, dat best slecht was? Wat beter kon? We hebben over goede dingen allemaal gehad. Wat leuk was. Maar zijn er ook nog wel één goede ding. De look and feel, man. Het voelde echt als zo'n 90s videogame, weet je wel? Ja. Wanneer je PlayStation 2 opstart en dan gewoon in zo'n gekke story game erin knalt. Daarom vind ik het een van de leukste films uit de jaren 90 eigenlijk. Ja. Gewoon die vibe gewoon is echt vet. Plus, het is gewoon de hele tijd kleine stad, weet je wel, de hotdog kraampje, de church, appartement en ergens in een basement of zo. En dan een beetje straten. Het voelt ook echt als een set, maar ook echt als een minigame uit de jaren 2000 of zo. Ja. Gewoon op je PlayStation 2 in je zolderkamer aan het gamen. Dus echt, look and feel was echt nice, man. Ja. Ook dat Sinister duister en zo. Ja. Ik vond het echt een toffe film, man. Mm. Maar ik ga nog geen conclusie aanbreiden. Nee. Maar heb jij iets slechts gezien? Ik heb de eerste keer toen ik ervoor ging zitten. Mm-hmm. Ik was een beetje moe, uitgeput. Ik zat echt te kijken en ik viel half in slaap. De film trok me niet helemaal. Dus ik heb de volgende dag... toen ik begon te reizen, heb ik hem aangezet. En begon vanaf het begin... En ja, dan kijk je natuurlijk met een frisse... Ben je weer frisse fris, kop. Weet je wel, frisse kop. En dan ben je aan het kijken en dan ga je aandacht besteden. De film, ik vond hem goed. Mm-hmm. Er waren een paar scènes waarvan ik dacht bij... Ja. Vonden jullie hem niet iets te vies? Want die moorddingen waren... Ik vond sommige mag dingen wel, waren... Mag wel. Ja, maar sommige dingen waren best heftig, vond ik, hoor. Maar ik verwachtte dat wel toen ik de film opzette. Okay. Dat had ik wel verwacht, want het heeft ook zo'n uitstraling. Heeft het ook, ik ben ook groot fan van Tarantino. Hè. Ja. Maar Tarantino is ook een en al gore. Gewoon, Dat brute, dat net over het randje. Dat is echt wel lekker, man. Het is ook Hollywood. Mag ook, weet je. Het hoeft niet allemaal per se realistisch en echt te zijn. Nee, want we zagen zeg maar dus dat er ogen werden uitgekrapt door een vogel.
Ja, ja, klopt. We zagen dat... iemand gespiesd worden op het op ja. een gegeven moment. We zien de laatste tijd heel veel mensen gespiesd worden. Yeah. Haunting and Venice. Haunting and Venice. Ja, ja. Maar ook oogleden. Heel vaak worden eruit gedrukt. De vuurlinie. Maar ze hadden ook... Eyepoke of zoiets, toch? Klopt, eyepoke. Om te kijken of ze echt dood zijn, inderdaad. In plaats van schieten. Ja, daarvoor hadden ze hier de diertjes ingezet. Ja. Er was ook een scène waarvan ik bij mezelf van... Wat de fuck gebeurt hier? Welke scène dan? Stel. De scène waar je Funboy voor het eerst ziet. Samen met zijn zusje. Mm. Die meid die hij bij zich had, dat is zijn zusje. Oei. Oké, ja. Dat is... In echt of in een film? Nee, in een film. In een film. In de echt, dat zal... Dat zal nog raar zijn. Dat zal fucked up zijn. Vieze Alabama taferelen. Ja, dat... Where me and my cousins? Nee, maar echt iets slechts in een film, ja. Wat ik wel een beetje jammer vond, is... Hij springt van een gebouw af. Hij staat op alsof er niks aan de hand is. Maar je kunt hem met één vuist neerslaan. Ja. Ik vond ik schoot me in één keer binnen, wat ik wel jammer vond. De boss fight was kort. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze... Ja, met die, Brandon Lee is dan doodgeschoten. En misschien, want de script is later ook aangepast, hè? Na dat incident. Klopt. Dus ik vond het abrupt einde. Maar ja, tegelijkertijd kan ik ze dat kwalijk nemen, denk ik niet. Nee. Want het is ook best wel veel werk, hè? Plus, je zit waarschijnlijk met een budget wat je er bijna doorheen hebt gejaagd. Want je zit al bijna aan het einde van de film. En dan moet je acteur vangen. Dus je moet ook nog weer heel veel gezichten CGI'en enzovoort. Dus dan gooi je nog wel heel veel geld tegenaan. Dus misschien was dit de beste oplossing. Maar tegelijkertijd vond ik slecht. Tegelijkertijd kan. Ja. Kan. Trouwens, je had het over de boss fight, zeg maar. Ik? Oh ja. Zoals je zegt, er was niet echt veel budget. Dus ze hadden ook niet echt een plek om ergens op een gebouw te doen of wat dan ook. Op een kerk. Zelfs dat geld is alles op de grond opgenomen. Op een paar dingen, wist je dat? Gewoon zo'n setup. Maar volgens mij die hele film ook. Die hele film is props. Ja, hele film is ook een decor. Maar dan zie je ook, hè. Wat zei ik ook al, de look and feel en zo. Zie je ook gewoon, er zijn een paar tentjes en locaties en zo. Waar ze is ook heel en die appartementen, raampjes, ook niet echt realistisch, weet je wel. Er is ook heel veel gebruik gemaakt van miniatuur. Zoals de opening sequence, dat hele stad in vlammen. Ja, inderdaad. En ook de achtervolging van auto's. Hebben ze ook met camera's gedaan. Okay. Ja, maar dat was toen gewoon gebruikelijk. En nu hebben ze met computer maken ze alles. Ja, ja. Als je ook kijkt naar... we hadden toen gekeken, helemaal in het begin nog een keertje naar 2001, naar Space Odyssey. Dat was ook eigenlijk gewoon allemaal miniatuur. Hè? Dat is gewoon zwart ruimte en dan één ship met een lamp erop. Weet je? Hangt dan aan een touwtje. Ja. En die laat je dan zo langs hoveren. Waardoor het gewoon een groot formaat lijkt. Ja. Maar toen was dat gewoon gebruikelijk. Ja. Dus maakten ze optimaal gebruik van. Maar nog steeds hè, bij Wes Anderson, Grand Budapest Hotel. Mm. Met het hele hotel zijn uitzicht van buiten en zo. Dat is gewoon ook miniatuur dingetjes. Goede improvisatie. Volgens mij Akerman nog wat zeggen. Ja, ik heb ook geruchten gehoord dat ze niet Brandon Lee wouden als hoofdrolspeler. Maar wie dan? Ze wouden Johnny Depp. Johnny Depp. Maar Brandon Lee is de enige speler die echt formeel een uitnodiging kreeg om... Johnny Depp zou ook wel echt nice zijn geweest. Ja, ja dat wel. Maar Johnny dan was hij nu overleden en daar hadden al die goede films dan niet. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar misschien had Brandon Lee het dan wel weer heel groot aangepakt. Je kan ook zeggen van, je gaat eruit met een bang. Jongens, conclusie en rating. Geen opmerking en aanvulling meer. Dan gaan we door naar de conclusie en rating. Dan haak ik al vertel. Maar hij is best wel dingen toch? Zowel vader als zoon, best wel jonge leeftijd overleden, man. Ja. Dat was de legacy van de Lees. Ja, dat is zo, toch? Ja, dat is zo. Ze kunnen ze geen voorplanten, nee. Nee. Wacht even, de zusje. Heeft hij een zusje? Ja, zusje. Oh, Sharon Lee. Ja, Sharon Lee. Oh. Die leeft nog. En dat weten jullie wel en ik niet. Nou ja. Zag ik dat toevallig op Wikipedia. Wikipedia. Jongens, conclusie. Conclusie. Hakan. Ik begon de film een beetje negatief. Pakte goed uit. Donker. Leuk sfeer, inderdaad. Hoe de film eruit ziet, is hartstikke leuk. Leuk themaatje. Zowel op beeld, maar ook achter de schermen. Gezellig zweetje. Ja, ik geef het wel 3,5 sterren, man. 3,5. En moeten deze mensen de film kijken? Ja. Ik had, ik ben echt verrast.
zoals ik zeg, je moet gewoon een kans geven, denk ik dan. Mm. Ik vond de look en feel vond ik echt nice. Het einde vond ik minder, maar ja, tegelijkertijd neem ik ook gewoon mee in de cijfer. Ik geef het een 4 sterren, man. 4 sterren. 4 sterren. En ik adviseer de kijkers gewoon om een keertje te checken. En wil je hem checken? Ja. Hij staat op Amazon Prime voor €3,99 te huur. Oei. Ik heb mijn huiswerk gedaan, jongens. Je kunt hem ook op Pathé kijken. Wat, hè? Pathé thuis kun je hem ook kijken. Ah. Ja, dat kan ook. Kan ook. Klopt. Kost hij al? Nee, zoals ik al eerder zei. Wat kost hij? Ook €3,99. Waarom zijn ze vooral €3,99? Ja, ik wil hem niet kopen. Ik wil hem gewoon kijken. Nee, maar dan koop je hem niet, hè? Dan huur je hem. Nee, maar ik bedoel maar, weet je wel. Ik wil hem niet kopen, ik wil hem kijken. €3,99. Ja. Nee, zoals ik al zei, sommige films als je kijkt, dan heb je gewoon een goed gevoel bij. Dat had ik bij deze film. Ik had een goede vibe. En je hebt het al eigenlijk uitgelegd. Gewoon die 90s vibe. Ik vond dat echt super chill. Brandon Lee. R.I.P. man. R.I.P. echt. R.I.P. je pa, R.I.P. Want nu ik hem nu heb gezien... ben ik nu best benieuwd hoe hij het zou doen in andere films. Echt, ja, hij zou misschien in Departed kunnen spelen, weet je wel, in plaats van Leonardo. Noem het maar op, weet je wel. Eigenlijk dan wel, was hij een charismatische man. Zeker. Misschien was hij wel de nieuwe Jason Statham. Had hij al die rollen. BTS, K-pop, weet je, misschien was hij de frontman. Nee, maar absoluut. Kijk naar zijn foto's in de jaren 90. Ja, man. Wat een mooie man was dat, echt. Hey, by the way. Hij geeft 4 sterren trouwens. 4 sterren, ja. Oké, nou, conclusie rating, 4 sterren. 4 sterren? 4 sterren. Jullie matsen mij altijd, ik mats jullie vandaag. Oprecht, ook de luisteraars. Ja. Ja, het is echt een knappe man, hè. Zoek Stalin een keertje op. Oh, is die jongere jaren. Zoek hem op, alsjeblieft. Ook luisteraar. Zoek hem thuis. Waar is mijn telefoon? Man, hij is... Hij charisma, man. Ja. Later is hij helemaal fucked up gegaan. Ik weet niet waar het is. Ik denk door stress. Stalin. Stalin. Jong. Ja, hier. Laat dan... Ik knal hem ook in de edit. Laat hem weer zo zien. Ik knal hem ook in de edit. Zo. Jong Stalin. Charisma, hoor. Hij had zo'n hoofdrolletje kunnen spelen. Ja, alleen Delon, jongen. Hij doet me denken aan... hij doet me wel even denken aan jouw buur, jongen. We zijn aan het einde gekomen van de aflevering. We gaven... 4 sterren. Viertje. Mocht je hebben genoten van de aflevering... je kunt op ons abonneren. Je kunt op ons abonneren via YouTube, Apple Podcasts en Spotify. Laat een review achter. Plaats een comment. Like. Zet het belletje aan. Deel de podcast met je vrienden. Yes. Met je familie. Met je stuur familie. Naar je oma. Ja. Kennis, buurman, buurvrouw. En wil je nog meer nieuws? We zijn ook te vinden op Instagram, TikTok, Facebook. Op Instagram en TikTok heten we @thevideocorner. Op TikTok hebben we exclusieve content. Ook zijn we te vinden op Facebook met The Video Corner. Dat was alles wat ik wilde zeggen voor deze week, jongens. Jezus, wat praat je zo snel? Volgende week maandag zijn we er terug met een reguliere aflevering. Jongens, jullie worden bedankt voor jullie aanwezigheid. Yes. Ook bedankt. Jij ook bedankt. Ik word ook was bedankt. Was weer gezellig. We willen Brandon Lee bedanken. We willen Bruce Lee bedanken. We willen de crowd bedanken. We willen Miramax bedanken. Nee, dat willen we niet. Nee. Jongens, dames en heren, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Joujou. Hasta la vista. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.